Liefde gemeente, wil u vanavond bepalen bij een tekstgedeelte waarvan ik zelf vind dat we er eigenlijk ieder jaar wel over zouden moeten kunnen preken. Want wat zegt de Heere Jezus Christus hier? Veel, ja, alles over wie Hij nu wil zijn. En wat zijn geest die van Hem en zijn Vader uitgaat doet in harten van mensen. Daarom de tekstwoorden, zoals u zijn voorgelezen. Ik citeer nu alleen de versen 37 tot en met 39. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drink. Die mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dan tussen haakjes, dat is een aantekening van Johannes, de evangelist. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet. Was nog geen Pinksteren geworden, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, zover. Wij schrijven onder deze tekstwoorden water voor dorstige harten. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats staan we stil bij water uit Siloam. In de tweede plaats staan we stil bij water uit de steenrots. En in de derde plaats staan we stil bij water uit de Christen. Dus water voor dorstige harten. De laatste dag was aangebroken. De laatste dag van het feest. Welk feest? Wel gemeente, het is goed om nog even terug te blikken op de feesten in Israël die de Heer had ingesteld. Drie feesten kende men. Drie grote feesten althans. Groot waren die feesten omdat men ze 7 dagen moest vieren. Schrijven na 3 keer 7 dagen, 21 dagen. In totaal, per jaar. Dan moest men naar Jeruzalem gaan. Om daar in het heiligdom met elkaar de Here te dienen. Het eerste feest is het Pascha. Dat feest gemeent had een dubbele component. Een geestelijke component en een tijdelijke component. De geestelijke component zag op de uitleiding uit Egypte. Kinderen kennen het wel. Het verhaal, de geschiedenis. Hoe de Heere dat volk in die nacht, die donkere nacht, heeft bevrijd. Nadat de verderfengel was gekomen en in de huizen was geweest van de Egyptenaren en van allen die geen bloed aan de deurposten hadden gestreken. Daar werd de eerstgeborene zowel van de dieren als van de mensen gedood. Alleen wanneer er bloed was, bloed van het lam, dat eenjarige lam, dat ze hadden moeten slachten. Als er bloed was aan de deurposten, dan ging de verderfengel voorbij. Die nacht moest de familie gereed staan, de kleding opgetrokken, klaar voor vertrek. En toen had de Heer het sein gegeven. Toen had hij de farao voor een poosje gewillig gemaakt. Trek dan nu op. Ga weg. En ze zijn gegaan. Beladen met zilver en goud. Achterstallig loon. Zo zijn ze gegaan. Dat herdacht men gemeente met Pascha. Daarom werd er een lam
een eenjarig lam geslacht, gegeten. En dan vertelt de vader van deze geschiedenis. Ik zei al, dat had ook een tijdelijke component. Het was ook een soort biddag. En dan was de eerste oogst. Die stond op het land en werd binnengehaald. De gerstoogst. En dan bracht men van de eerste oogst een aantal schoven bij de priester. En die priester die bewoog dan die schoven heen en weer voor het aangezicht van de Heer. En dan bad hij met de mens of de Heer een goede oogst zou willen geven. En dan gemeente 50 dagen daarna, men moest gaan tellen, precies op de 50ste dag na het paasfeest, na het pascha, was het tweede feest daar. Het Pinksterfeest. Tellen. Zo heet eigenlijk dat feest. Tellen. 50 dagen. Weer een geestelijke component. Dan herdacht het volk dat de Heer hen had gebracht bij de Horeb. Dat massieve rotsgebergte in de woestijn. En dat hij daar tot het volk had gesproken. Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypteland hebt geleid. De verbondsvernieuwing. De Heer die zijn liefde betoonde, betuigde. En die als antwoord vroeg om liefde terug. Wederliefde. Om die te doen uit dankbaarheid. De verbondsvernieuwing. Dat ook een tijdelijke component. Het was eigenlijk weer biddag. Want nu werd een andere oogst verwacht. De tarweoogst. En men bracht dan dit keer niet de schoven. Maar de eerste broden die gebakken waren van meel dat gemalen was van tarwekorrels. Dat brood bracht men bij de priester. En opnieuw hield de priester dat brood, als het ware voor het aangezicht van de Heere, en smeekte hij of de Heere een voorspoedige oogst zou willen geven. Denk op Psalm 118. Och, dat op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed mag worden gezien. En dan het derde feest. En denk, voor de meeste mensen wordt het nu al een beetje moeilijker, want wat was dat ook alweer? Het loofhuttenfeest. Orthodoxe Joden vieren het nog steeds. Je ziet ze dan met takken en bamboe en blad aan het sjouwen. Want dat feest, dat moest op een bepaalde manier uitgebeeld worden. Ze moesten hutjes maken en dat doen ze dus nog. Prieeltjes in de tuin. En dan moesten ze daar 7 dagen in verblijven overdag. Dan moesten ze terugdenken. En waaraan? Aan hoe ze in de open lucht hadden gezworven. 40 jaar lang. Onder de wolkkolom. Onder de vuurkolom. Hoe de Heer hen 40 jaar lang had geleid. Had beschermd tegen wilde dieren, tegen rovers en zo. Hoe hij ze te eten gaf, mannen uit de hemel. Hoe hij hen beschermde tegen de felle zonnestralen. Door die wolkkolom die als een grote parasol boven het volk hing. En hoe hij hen verwarmde in de nacht als het koud werd. Dan werd de straling, de warmte gevoeld vanuit de vuurkolom. Hoe had de Heere toch voor hen gezorgd als een vader, als een moeder. Heel veel psalmen gaan daarover. Denkt u maar om Psalm 105. Waar al die weldaden worden bezongen. Dan eindigt die psalm met: die gunst heeft God zijn volk bewezen. Omdat ze hem voor altoos, voor eeuwig zouden vrezen. Dat ook een tijdelijke component. Het was eigenlijk dan ook dankdag, gemeente. Dan was de oogst binnen. De tarwe was binnen. Maar ook de druiven waren geplukt en de olijven waren ingezameld. Alles was geoogst. En dan ging men de Heere danken voor die oogst. Tegelijkertijd werd er ook weer gebeden of de Heer een nieuwe regen zou willen geven. Opdat het zaad dat weer in de akkers werd geworpen zou kunnen ontkiemen en ook zou kunnen vrucht gaan dragen. Wel, dat laatste feest, gemeente, daarover gaat het hier.
het derde feest, het Loofhuttenfeest. En die laatste dag, gemeente, dat was een bijzondere dag. Iedereen wist dat wel in Jeruzalem. En er waren er, nou, zo schrijft Flavius Josephus, wel ongeveer 1 miljoen. 1 miljoen mensen. Een stad. Onvoorstelbaar veel. En iedereen zag eigenlijk uit naar die laatste dag. Want dan gebeurde er iets bijzonders. Als wij ook wel eens op mijn laatste dag iets bijzonders gaan doen. Er zijn misschien ook wel jongeren met een kamp mee. De laatste avond is dan toch altijd wel een bijzondere avond. Zo was dit een bijzondere dag. Een grote dag. Wat gebeurde er dan? Wel, meent u, vindt dat niet in de Bijbel, maar u vindt het wel in heel veel bronnen. Buitenbijbelse bronnen, betrouwbare bronnen. Daaraan wordt ook gerefereerd in dit gedeelte. Dan ging de priester, de hoge priester, met een kruik, een gouden kruik, de trappen af naar beneden, naar Siloam. Misschien heeft u het wel eens gezien, een plaatje ervan. Bent u er geweest? De bron Siloam. En als hij daar aangekomen was, dan vulde hij die gouden kruik met water. Vervolgens liep hij weer terug de trappen op naar het tempelplein. U weet wel, dat ligt heel hoog. En als hij daar kwam, dan werd hij vergezeld door heel veel andere priesters. En werd die kruik met water gemengd met wijn. Zodat het een plengoffer werd. En je had bloedige offers en je had onbloedige offers. Dit was een onbloedig offer, een wijnoffer zouden we zeggen, een plengoffer. Dan liep de hoge priester vervolgd door de andere priesters 7 maal rondom het altaar. En dan na de 7e keer, dan nam hij de kruik en goot hij die leeg op het altaar. En dat was het moment waarop iedereen wachtte. En dan klonken de 1000 monden. Wij zullen water scheppen met vreugde. Uit de fonteinen des hels. Zoals u dat kunt lezen in Jesaja 12. Waar Christus ook naar verwijst. Gelijk de schrift zegt. En dan? Nou, dan was het het einde van het feest. Wat u hebt gehoord of gelezen net. Het laatste vers van het hoofdstuk. En ze gingen alle naar huis. En dat betekende soms nog dagen reizen, wandelen naar Bethlehem, naar Jericho, naar Dan, naar Bethel, naar Nazareth. Dan vult u maar aan. Dan gingen de mensen naar huis. Hoe zouden ze naar huis gaan? Velen zouden zeggen, wat was dat toch mooi? Wat was dat mooi? Wat een prachtig feest was het weer. Wat fijn dat we weer familie hebben ontmoeten en vrienden en kennissen. Wat was het goed om in Jeruzalem te zijn. En misschien dachten ze nog wel terug aan de trouwe zorg van de Heer. Zeiden ze, wat heeft de Heer toch bemoeienis gehad met ons volk. Wat heeft Hij goed voor ons gezorgd in de woestijn. Zo zou het gaan. Konden ze daarmee sterven, de mensen? Konden ze daarmee God ontmoeten? Laat ik het maar heel dichtbij brengen, gemeente. Als u, en ik hoop dat dat zo is, kunt belijden dat de Heer zo goed is voor u. Dat Hij u gezondheid geeft. Of als u ziek bent, dat Hij u ondersteunt. Een huis om in te wonen. Mensen om u heen die u lief hebben, te eten en te drinken krijgt u, enzovoort. U zegt, ja, dat is toch wel een grote zegen. Dus kijk wat ik allemaal heb. Ja, geef de Heer, ja. Maar stel nou, gemeente, dat het daarbij blijft.
dat dat alles is in uw leven. U spreekt goed van Gods zegen, ja, van de Heer. Maar dan is het toch niet genoeg. Dan kunt u toch God niet meer ontmoeten. Als Adam zo had gesproken en als Eva dit had gezegd, gemeente, voordat van de boom was gegeten, ja, dan klopte het gewoon. Dat was goed. Als Adam en Eva zeiden, God is goed. En wat zijn we toch ontzettend bevoorrecht dat we zijn kinderen mogen zijn en dat we hier in deze hof een plaats hebben gekregen. Ja, meer hoefden ze ook niet te doen. Maar er is wel wat gebeurd. Daar is een diepe val plaatsgevonden. We zijn in zonden ontvangen en geboren. Daarom moest God zijn eigen zoon beloven. Aan die wegvluchtende mensen in het paradijs. Wij zijn zondaren. Zondaren die failliet verklaard zijn door de Heer zelf. Hij kan die prijs, die zielen, dat rantsoen in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Dat is de werkelijkheid, gemeente. Daarom zond God zijn enige zoon, zijn eeuwige zoon, zijn beminde zoon. Samengevat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geborene, zijn enige zoon heeft gegeven aan deze wereld. Overgegeven aan moordenaars. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom, gemeente, is daar iemand gekomen. Ze hebben hem niet opgemerkt. Hij was alleen. Want ze hadden het op hem gemunt en het was nog niet zijn tijd. Die daar plotseling opstaat en roept. Het luide stem. Zo, iemand dorst. Die komen tot mij. En drinken. Die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn buik voortvloeien. Hij riep. Want het is een ernst. Het is hem om die mensen te doen. Zo wil hij niet dat ze naar huis gaan. Met tevredenheid. Die niet toereikend is. Waarmee ze niet kunnen sterven. Ze moeten naar hem toe. Eigenlijk zegt Jezus, gemeente, hier, dat water, dat hier werd uitgestort op het altaar, dat gaat over mij. Wat jullie gezongen hebben, wij zullen water scheppen met vreugde, de fonteinen des heils. Heil, zaligheid, die fontein ben ik. Die fontein waarvan een andere profeet heeft gezegd, die geopend is tegen de zonden en tegen de onreinheid van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem. Hij is die fontein. Hij is het die tegen een Samaritaanse vrouw heeft gezegd, ik ben het levende water. Wie daarvan drinkt, zal niet dorsten in de eeuwigheid. Ja, water zal opspringen tot in het eeuwige leven. Onze tweede gedachte. Water en de stenen wat.
Want waarom deed men dat nou, gemeente? Waarom deed de priester dat? Waarom deze rituelen? Met die gouden kruik. En dat water gemengd met wijn. En die zeven rondjes rond het altaar. En dat zingen, wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Wel, men wilde op die laatste dag in het bijzonder gedenken aan een grote weldaad die de Heer had bewezen in de woestijn. Want gemeente, in een woestijn zonder eten, dat valt niet mee. Maar in de woestijn geen drinken hebben, geen water hebben, dat is een gewisse dood. Je kunt het maar heel even volhouden. Je lichaam zal uitdrogen. Je lichaam zal roepen om water. En na één dag zul je al flauw gaan vallen. En zal de dood spoedig komen. Denk maar aan Ismaël, die bijna was gestorven vanwege de dorst. En Simson, nadat hij de Filistijn had bestreden, had hij een dorst. Water in de woestijn. Dat hebben de Israëlieten geweten. De kinderen kennen het verhaal vast wel. Dat toen het water op was, wat ze hadden meegenomen uit Egypte, ze naar Mozes gingen en zeiden: we zullen sterven, Mozes. Zie je dat niet? Onze kinderen, onze ouderen. Ja, wij allemaal. We zullen hier niet kunnen blijven. En ze gaan hem beschuldigen. Waarom hebt u ons hier gebracht? En eigenlijk gaat die vinger naar God toe. Waarom heeft God ons hier gebracht? En dan roept Mozes de Heer aan en zegt: Heer, wat moet ik doen? En wat zegt de Heer dan? Ja, dan moet Mozes iets doen waarvan ons verstand zegt: belachelijk. Echt belachelijk. Met zijn staf op de rots gaan slaan. Alsof er beweging in die rots kan komen. Met een stokje. Gemeten. Ja, de Heer laat zien, Mozes. Het zal niet door dat stokje komen. En niet door die tik die jij daarmee gaat geven. Maar door mijn kracht zal ik het doen. Het is mijn almacht. En gemeente, dan ziet u Mozes gehoorzaam. Hij is een dienaar van de Heer. Hij heeft de Heer lief, maar hij vertrouwt de Heer ook. Mozes slaat op die rots. En dan splijt die rots. En het water gutst er uit die grote kloof die ontstaan is. Een waterval is er ontstaan. En de mensen kunnen ervan drinken. Het is goed, het is gezond water, het is rein water. Zie ze, er staan al die mensen met hun handen als kommetjes. Daar drinken ze. En ze vullen de tassen en de zakken die ze hebben meegenomen. En de kinderen, ik zie ze daar al in gedachten spelen aan de voet van die rots. Want er ontstaat er een soort meertje, een natuurvijvertje. Wat zullen ze een vreugde hebben gehad. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Water uit de steenrots. Meten, natuurlijk konden ze daar niet blijven bij die rots. Ze moesten verder trekken. Maar ik lees in de brief van de Korintiërs dat de steenrots het volk volgde. Ik las daar laatst een stukje over en toen ging eigenlijk mijn ogen open. Steenrots volgde hen. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Die steenrots die kon niet rijden. Die bleef daar. Maar de Bijbelschrijver bedoelt ermee: kijk, dat water, dat ging de woestijn in, dat werd een rivier. En het volk mocht parallel aan die rivier hun weg vervolgen. En dan mochten ze drinken uit dat water, uit die rivier. En dat kwam dus uit die rots, die ze inmiddels al dagen, later zelfs weken en maanden achter zich hadden gelaten. De steenrots volgde hen. Totdat ze blijkbaar op een gegeven moment een nieuwe route moeten inslaan. En ja, en dan moeten ze bij het water vandaan. En dan is er weer opnieuw sprake van tekort. En opnieuw gaan ze dan roepen tot Mozes. En opnieuw gaan ze hem beschuldigen. En dan moet Mozes van de Heere niet slaan op de rots. Maar hij moet er tegen spreken. En dat doet Mozes niet. Hij spreekt niet, maar hij slaat op de rots. Uit boosheid. Mogelijk ook wel uit ongelovigheid. Zou op dat spreken wil water volgen.
En de Heere neemt hem dat zeer kwalijk. Hoewel hij water geeft, krijgt Mozes als straf dat hij niet in het beloofde land mag komen. Hij mag het wel zien liggen vanaf de berg Nebo, maar hij mag het land niet meer in. Gemeente, is het u ook opgevallen dat waar de Heere komt met zijn zegen, hij niet karig is, maar met overvloed komt? Daar was water in overvloed. Daar was manna in overvloed. Daar was bescherming in overvloed. Daar was leiding in overvloed. Christus zegt, ik ben de goede herder. Schapen van huurlingen die hebben gebrek, maar mijn schapen, zegt hij, die hebben overvloed. De Heere geeft overvloed. En als we dat niet zo ondervinden, gemeente, ligt het niet aan zijn gaven en dan ligt het niet aan zijn gewilligheid, maar dan ligt het echt aan u, aan jou en aan mij. Dan zoeken we het blijkbaar ergens anders. Paulus' gemeente maakt de toepassing. De Heer Jezus zegt dat hier niet expliciet, maar hij bedoelt wel hetzelfde. Paulus zegt, dat hele volk van Israël heeft gedronken uit de steenrots, van het water dat uit de steenrots kwam. En de steenrots is Christus, schrijft hij dan. Is Christus. Weet, als er ergens ook een Christusprediking heeft plaatsgevonden, dan was het wel in de woestijn. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. In zijn prediking. Een lijn trekken vanuit de woestijn naar zichzelf. Als de mensen zeggen, wij hebben manna gekregen uit de hemel. Ja, eigenlijk zeggen ze, van Mozes hebben we dat gehad. Dan zegt de Heer Jezus, dat hebben jullie van mijn vader gehad. Maar weet één ding. Van het gewone manna gingen de mensen uiteindelijk toch sterven. Ze konden er niet door in het eeuwige leven komen. Maar ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie daarvan eet zal niet meer hongeren. Nooit meer. Tot in eeuwigheid niet. En ik ben die verhoogde koperen slang, Nicodemus. En ieder die zag op die slang werd genezen. Wie met geloofsogen op mij ziet, die is genezen van zijn zondekwaal. Van zijn onreinheid, van de vloek die op hem rust. En zo ook hier, ik ben de steenrots. Ik ben het water dat uit de steenrots komt. Gemeente, Christus is de gekliefde steenrots. Hij is geslagen, niet met een staf, maar hij is geslagen door zijn vader. Jesaja heeft er al wat van gezien. Hij zegt, al de slagen daalden op hem neer. En wij meenden dat dat was vanwege zijn zonde. Maar wij wisten toen nog niet. Maar we gaan het nu verstaan. Het was om onze zonde. Dat hij die slagen moest ontvangen. Dat hij gegeeseld werd. Dat een doornenkroon op zijn hoofd werd gezet. Dat hij de weg van Gethsemane, van Gabbata en van Golgotha moest gaan. Daar horen we hem uitroepen, mij dorst, want hij is de steenrots die gekliefd wordt, omdat hij alleen op deze wijze levend water kan geven. Zoals hij daarvan had gesproken tegen de Samaritaanse vrouw. Ik geef u het levende water, ik geef u het eeuwige leven. Dat heeft hij verdiend door zijn lijden en sterven, door zijn gehoorzaamheid. De gekliefde steenrots. Meent, ik heb eens gehoord, en ik onthoud het u niet, dat Mozes om meerdere redenen zo zwaar gestraft werd toen hij tweemaal op de rots had geslagen. De belangrijkste reden, die kent u denk ik wel, is dat Mozes een voorbeeldfunctie had. En als een voorbeeldpersoon, iemand ja, met zo'n bijzondere taak die leiding moet geven, zondigt voor het oog van het volk, dan moet zo iemand ook zwaarder gestraft worden. Dat is nog zo. Een politieagent die in functie
een overtreding begaat, krijgt daar een veel zwaardere straf voor dan u en ik, omdat een politieagent een voorbeeldfunctie heeft. Maar er zou wel eens meer kunnen zijn dat van betekenis is. Waarom? Wel, gemeente, als de steenrots Christus is, dan mocht hij maar 1 keer geslagen worden. Niet 2 keer. Rome leert dat Christus' offer steeds opnieuw gebracht wordt. Maar dat is niet waar. Toen Christus het heeft uitgeroepen, het is volbracht, kon hij niet meer geslagen worden. Dus daarmee heeft Mozes ook ten aanzien van Christus zo verkeerd gehandeld. Het is een gedachte die ik u niet wilde onthouden. Christus de steenrots. Eigenlijk zegt hij, blijf nou toch niet staan bij het wonder in de woestijn en bij de tijdelijke verzorging door de Heer. U heeft zoveel meer nodig. U heeft levend water nodig. Gemeente, waarom water? Wat zegt water over Christus en wat zegt water over de Heilige Geest, waar Christus ook van spreekt, hè? Nou, iedereen kent het beeld. Dat weet ik wel zeker. Water reinigt. Mama zegt, jongens en meisjes, ga je handen wassen. Dan begrijp je heel goed dat je handen vies zijn. En dat mama vindt dat die handen schoongemaakt moeten worden. Als mama zegt, ga eens gouden douche in. Dan weet je, oh, het ziet er niet goed uit. Ik ben niet schoon. Water reinigt. Bij de doop wordt dat ook afgebeeld, dat we reiniging nodig hebben. Maar water doet nog meer, gemeente. Water maakt zacht. Ik heb dat pas nog weer ondervonden. In de tuin, het was droog. De grond was hard, kleigrond. Nou, dan moet je flink slaan op de grond om er een gat in te krijgen. Maar het is eigenlijk veel eenvoudiger als je de tuinslang pakt en je gaat het een poosje nat maken. Nog een keer en nog een keer. En vervolgens is de grond zacht. Is dat niet wat de Heilige Geest doet? Zegt de Heer niet dat hij aan al zijn kinderen een zacht hart gaat geven? Een vleeshart noemt hij dat. Hij zegt, ik zal het steenhart uit u wegnemen en ik ga u een zacht hart geven. Meent u, dat is een hart dat wordt ontvankelijk voor de boodschap van de Heer. Dat is een hart dat leert buigen voor Gods heiligheid. Voor Gods rechtmatige vonnis over de zondaar, over mij. Ik hoor een David belijden, wees mij genadig, Heere. Ik hoor hem zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is een hart, gemeente, dat gaat ook verlangen naar vergeving. Dat gaat zoeken naar vrede met God. Dat werkt de Heilige Geest. Ik zal water gieten, heeft Jesaja mogen profeteren. Op de dorstige. Ja, stromen op het droge. Water op de dorstige, stromen op het droge. Beeld van de Heilige Geest. Ik lees er ook van in Joël. Ik zal mijn geest uitgieten, zegt de Heer. Zoals een regenbui leeggiet op alle vlees, op alle soorten mensen. Op jonge mensen, op oude mensen. Uitgieten. Ze krijgen een zacht hart. U hoort dat met Pinksteren. Die mensen zeggen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? We staan schuldig voor God. We hebben Gods zoon vermoord, gekruisigd. We zijn moordenaars. Ook al hadden velen natuurlijk niet echt bloed aan hun handen. Er waren maar enkele die hadden hem overgeleverd. Maar ze zien wel, het is een collectieve schuld. Het wordt dan daarmee ook een persoonlijke schuld. Een zacht hart. Water, gemeente, geeft ook verkwikking. Doet herleven. Ook dat herkennen we allemaal. Je bent te fiets, het is warm, hard gefietst. En je denkt, ach, had ik maar water meegenomen. Wat krijg ik een dorst. Thuis kom, het eerste wat ik ga doen is water drinken. En je merkt op een gegeven moment, je kunt niet meer zo hard fietsen, want de krachten nemen wat af door die dorst die je hebt. Je merkt het aan je lichaam.
Mama, mag ik drinken? Ik heb zo'n dorst. Ja, kind, is goed. Neem maar water, dat is het beste tegen de dorst. Nou, een glas koud water, je geeft er veel voor. En je merkt, krachten komen terug, je voelt je weer een ander mens. Water doet herleven. Gemeente, de verbondenheid aan Christus, drinken, zoals Jezus dat noemt, van hem, het geloven in hem, het werk van de Heilige Geest, want daardoor gebeurt dat, dat doet herleven. Dat geeft levenskracht. Krijg je weer moed, levensmoed. Wat zal een nietig mens me doen, hoor ik iemand zachtjes zingen. Als hij voor me is, wie zal dan tegen me zijn? Niets kan me scheiden van de liefde van Christus, zingt Paulus. En dan noemt hij alle mogelijke vijanden op. Het is net of hij ze uitlacht, of hij ze tart. U kunt me niets meer doen. Niets kan me scheiden van zijn liefde. Wat een herleving. Wat een troost. Onder de schaduw van zijn vleugelen zal ik vrolijk zingen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ja, ge zult me opnemen in heerlijkheid, schrijft Asaf. Christus, de bron. Meent een water, zo schrijft dominee Hellenbroek in zijn commentaar, verbindt ook. Dat vind ik wel ook een hele mooie eigenschap. Ja, je moet dat niet gaan doen natuurlijk, maar misschien heb je thuis, jongens en meisjes, wel heel dun papier, zoals bijbelpapier, daar moet je niet je bijbel voor gebruiken, maar eventueel iets anders. En als je dat blaadje nat maakt en je zou vervolgens een ander blaadje, zo'n bijbelplaatje, zo'n dun blaadje, tegenaan drukken, dan weet ik heel zeker dat je het later niet meer uit elkaar kan trekken. Dan zit het helemaal vast. Het is verlijmd. Water krijgt dan eigenlijk ook de functie van lijm. En sowieso kun je heel veel lijmen maken door middel van een lijmstof aangelengd met water. En dan zegt op een heleboel ook, dat water van de geest, dat verbindt twee personen. Dat verbindt de zondaar aan Christus en Christus aan de zondaar. We kunnen nooit meer van elkaar loskomen. Nee, dat willen ze ook niet meer. Dat willen ze ook niet meer. Wat nooit vergeten. Het sterfbed van mijn geliefde vriend hier in Lisse. Die zei, hij kan niet van me af. En ik zei, maar hij wil niet van je af. En daar vonden we elkaar. Hij wil niet van je af. Verlijmd. Voor eeuwig. Het zal dan gedurig bij u zijn. Mij opnemen in heerlijkheid. Want u komt niet van me af. En u wilde niet van me af. Meent u nog iets? Water, als je dat drinkt, dat komt in heel je lichaam. En dat zit heel dicht tegen die lijmfunctie aan. Water wordt één met je lichaam. Je vindt het overal. Daarom gebruikt men dat ook wel in het ziekenhuis voor onderzoek. Dan geven ze mensen wel eens wat te drinken met een kleurstof erin, water met een kleurstof. En dan kunnen ze aan de hand van echo's en scans, kunnen ze precies zien hoe dat water zich ontwikkelt in je lichaam en waar het niet goed gaat. Is dat niet gemeente wat Paulus zegt? Christus leeft in mij. En dan nog iets gemeente. Je zult wel denken, water, dat water. Dat moet toch wel heel duur zijn. Dat is toch niet te betalen. Komt, koopt, zonder prijs, wijn en melk. Waarom zou het gelieden geld uitgeven voor hetgeen niet verzadigen kan, zegt Christus. Waarom doet u zoveel gemeente om in dit leven gezond te blijven? En daar mag je wat voor doen, zeker hoor. Maar waarom staat het op de
Misschien wel in uw leven op de eerste plaats. Waarom doe je zoveel om in dit leven vooruit te komen? Om gezien te worden? Misschien wel om vermogen te worden? Waarom zoek je de dingen hier beneden? Gemeente, daar kunnen zelfs zeer geoorloofde dingen bij zijn. Er personen bij zijn, je kinderen, je gezin. Oh, heb het lief, heb het hartelijk lief. Maar de Heer Jezus zegt, wie zijn kind, wie zijn vrouw, wie zijn man, wie zijn vader of zijn moeder meer lief heeft dan hem. Wie kan zijn discipel niet zijn? Onze verlangens, gemeente, hebben een prijs. En die willen we nog betalen ook. Maar dit levende water wordt u om niet aangeboden. Zoals als u in de bergen loopt en misschien gaat u het nog wel doen met vakantie. En je komt daar een riviertje tegen met heerlijk water. En de mensen vullen hun flessen met dat water. U hoeft er niks voor te betalen. U mag het zo meenemen. En dat is eigenlijk een kenmerk van drinkwater. Als je ergens om een glasje water vraagt, om kraanwater. U hoeft het bijna nooit te betalen. De Heer zegt, u hoeft het niet te betalen. U zou het wel moeten betalen, gemeente. U zou het wel moeten betalen. Dominee Hellenbroek, ik haal hem nog een keer aan. Die zegt, weet u waarom de staat komt, koopt zonder geld? U zou het eigenlijk moeten kopen. U zou het moeten kopen. Het eeuwige leven. De vergeving van zonden. Maar u kunt er niet voor betalen. Want dan moet u een eeuwigheid lijden. En dan nog is het einde daar niet. En daarom, omdat u het niet kunt kopen. Dat u geen geld hebt, zegt de Heer, kom maar, koop zonder prijs. Kom maar, u krijgt het om niet. U krijgt het om niet. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Of zegt u, ja, ja. Maar. Ja, mitsen en maren, die hebben wij wel. Doet u recht aan de woorden van Christus. Als u net als die mensen, de meeste mensen, naar huis gaat. En misschien wel spreekt over bijzondere dingen. Wat was dat bijzonder? Wat er gebeurde? Of misschien straks zegt, wat een mooie preek. En toch niet gedronken. Gewoon dezelfde blijven. Dan ga je als een ongelukkig, als een heel arm mens naar huis. Doe het dan thuis. Val hem te voet. Kom, we gaan er nog een keer van zingen. Psalm 36, derde vers. Water voor dorstige harten. Water uit Siloam. Water uit de steenrots. Steenrots werd eerst met een kleine letter geschreven en toen met een grote letter. Steenrots is Christus. En we hebben gezien wat het water doet, welke functie dat heeft. En u zegt, Heere, wie dorst, die komen. Hij zegt niet, wie op een schaal van 100, ik bedoel het heel eerbiedig, zoveel dorst heeft en hij zou een getal genoemd kunnen hebben, die mag komen. Nee. Wie dorst. Ik heb nog nooit gelezen in de schriftgemeente dat er iemand kwam. Waarvan de Heer Jezus zei, ja maar uw dorst is te weinig. Ga maar weer weg. Ze ging uit zichzelf weg, dat wel. En daaruit bleek dat ze niet de ware dorst hadden. Dat ze misschien rijk wilden worden door hem of alleen genezing wilden ontvangen. Maar wie kwam, gemeente, met zielennood? Met diepe verlangen en naar vrede met God. Die kwam omdat hij het eeuwige leven kon geven. Omdat hij de woorden van het eeuwige leven sprak. Die werd niet weggezonden. Nee, gemeente. Hij zorgt wel. Als u tot hem gaat. Als u aan zijn voeten zit. Dat u de juiste dorst krijgt. Kijk maar naar wat er met Martha gebeurde, Maria. Toen Maria aan zijn voeten zat, heeft de Heere die dorst ook zelf richting gegeven. Kijk naar de discipelen, naar Petrus, Johannes, Jacobus, Filippus enzovoort. Ze hebben gemeente dorst gekregen en naar de gerechtigheid van Christus. Hadden ze eerst ook nog niet in die mate. Maar de Heere onderwijst hen.
Hij onderwijst wat er in hun harten leeft. Hij laat zien dat als ze steunen op zichzelf, dat het niet kan. Hij verwijst steeds naar zichzelf. Zodat Petrus uitroept: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Met ik lees van de Samaritaanse vrouw dat ze eerst helemaal geen dorst had. Helemaal niet. Maar als de Heer Jezus met haar gaat spreken, en hij spreekt over het levende water, over de heerlijkheid die voor eeuwig zal ontvangen worden als hij het water des levens gaat schenken, dan raakt ze geïnteresseerd, dan komt er een verlangen in haar hart en dat overstijgt de dagelijkse dingen en ze vraagt om die geestelijke gaven. En dan zegt de Heer Jezus: haal uw man. Kijk, dan gaat hij richting geven aan die dorst. Haal uw man. Ik heb geen man. Ze probeert nog als het ware een doek voor zich te spannen. Want haar zonde wordt aangewezen. Ik heb geen man. Nee, zegt Jezus. Dat klopt, dat weet ik. De 5 gaat en de 6 is niet uw man. Samuel Rutherford zegt: nu had Heer Jezus de deksel van de put van zonde. En de walm komt omhoog. En die vrouw, ze gaat vragen waarnaar. Naar de borg. Naar Christus. Ziet u dat Christus haar die zondekennis geeft? Weet u het? Vraagt ze. Waar we God moeten aanbidden. Maar ook wanneer de Christus komen zal. Waar ik van gehoord heb. Ze verlangt naar hem. Ze gelooft: hem heb ik nodig voor mijn zonde. En dan zegt Christus tegen haar: ik ben het. Ik ben het. Ik ben uw hel. En dan drinkt die vrouw. Dat zie je. Ze gaat verkwikt weg. Met Jezus in haar hart. En ze gaat de klok luiden, zegt Calvijn. Ze gaat de klok luiden. Bim bam, bim bam. Ik heb hem ontmoet. Ik heb hem ontmoet. Hij moet het zijn. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. En de mensen stromen naar hem toe. En ze gaan de stad uit en ze gaan naar hem toe. Gemeente, hier gebeurt wat in de derde gedachte aan de orde komt. Het water uit de Christen. Jezus zegt: als u drinkt van het levende water, dan gebeurt er iets met u. Dan word je zelf een stroom. Heel eenvoudig, gemeente. De kinderen kunnen het allemaal bedenken. Als een meisje een glas water in haar mond leeg laat lopen en ze slikt het niet door, dan komen die wangen in mijn bol te staan. En stel dat iemand er even op drukt, ja, dan komt het eruit. Dat water kan daar niet blijven. Nou, dat bedoelt eigenlijk de Heer Jezus. Hij zegt: als u zo vol wordt met het levende water, dan komt dat eruit. Dan gaat u overstromen. Dat kunt u niet meer voor uzelf houden. Dan wordt u een heerlijke reuk, maar u wordt ook een waterstroom. Zoals die riviergemeente die ontstond in de woestijn, allemaal zijtakjes had. Allemaal zijtakjes. En die zijtakjes, dat zijn nou de christenen. De Heer zegt: u wordt zo'n zijtakje. U wordt zo'n waterbron. U gaat ook vruchtbaarheid geven. Want overal waar zo'n zijtakje in de woestijn te vinden is, gemeente, daar begint de woestijn te bloeien als een roos. Daar wordt vruchtbaarheid gezien. Kijk eens wat er gebeurt. Als de mensen spreken over Jezus. Sommigen verharden zich. Maar er zijn er ook bij die zeggen: hij is het, waarlijk, hij is het. En er zullen onder hen weer geweest zijn die dat zeggen met ware dorst. Met waar geloof. Hij is het. Voor mij. Voor mij. Daar hoor ik Nicodemus het opnemen voor zijn meester. Veroordelen wij iemand zonder hem gehoord te hebben. En dan wijzen ze hem aan: jij, hoor jij ook bij hem soms? Ben je een overloper, Nicodemus? Nee, Nicodemus is geen overloper, maar hij is een overstromende bron geworden. Hij is zo'n stroompje aan het worden.
Straks wordt die stroom groter. Kijk maar naar Nicodemus. Dan komt hij tevoorschijn. En dan gaat hij naar Pilatus met gevaar voor eigen leven en eigen reputatie. Oh ja, alles mag eraan. Alles mag eraan. Hij dorst niet meer naar eer. Hij dorst niet meer naar rijkdom. Hij dorst niet meer naar erkenning. Die plaatsen het Sanhedrin. Ze mogen hem innemen wat hem betreft. Het gaat er maar om één naam. Één naam onder de hemel gegeven. Jezus Christus, zijn Heer Jezus. En hij zal alles alles willen geven wat hij kan geven. Ooit liefde, uit diepe liefde. En daarom komt hij tevoorschijn. En vraagt hij om het lichaam van Jezus. En dan gaat hij het begraven. Iedereen mag het zien. Ik hoor bij hem. Ik hoor bij hem. Maar dat zijn nog niet die grote stromen waar Jezus nu op doet. Want hij bedoelt Pinksteren. Wat er met Pinksteren zal gebeuren. Als Simon Petrus dan namens de elven zal beginnen met die heerlijke preek. Dan zal de Heilige Geest, die zal ervoor zorgen dat er 3000 mensen op één dag tot geloof en tot bekering komen. Dan wordt er een grote stroom van levend water gezien. Die komt uit Petrus, vervuld met de Heilige Geest. Ja, ook uit de andere apostelen. Stromen van levend water. Meent u, bent u al zo'n stroom geworden? Of weten ze het niet eens op uw werk? Is hij u zoveel waard? Is de ziel van uw naaste u of jou zo weinig waard? Kom, zegt hij, wees zo'n stroom van levend water. Zoals ooit een kleine jongen, Frans, zonder dat hij dat bedoelde, zonder dat hij dat beoogde. Een stroom werd. Hij zat in de kerk, het is echt gebeurd. De dominee preekte over deze tekst. Zo iemand dorst, die komen tot mij drinken. Het was warm. Fransje staat op. En hij loopt naar voren en hij zegt, ik heb dorst. Dan gaat de dominee met zijn glas water naar beneden en zeg, gemeente, ziet u dat nou? Dat jochie gelooft. Is jong gestorven, Fransje. Velen mochten geloven dat Fransje een goede rouw had gedaan. Was verraderd in de armen van zijn herder. Zo was hij ook een stroom. Amen.